Yes, de kindjes lopen vandaag alleen naar school. Omdat ik nog steeds ziek ben, jongens. Dus ik zit aan mijn kopje thee. De school is natuurlijk wel hier aan het eind van de straat. En ik heb de juffies een beetje gestuurd van... broer brengt zusje naar de klas en daarna komt hij zelf naar de klas. Dus mochten ze niet aankomen of iets zijn, dan hebben we nauw contact. Maar dat komt vast goed. En dan kan ik nog heel veel op de bank liggen met mijn theetje. Dus moet ik met de pup, Lizzie... Naar de dierenarts krijgt haar prikje. Dus neem je daar vandaag gezellig in mee. Yes, Lizzie en ik zitten in de auto. Dan gaan we nu naar de dierenarts rijden. Andere honden waren niet blij dat ze thuis moesten blijven. Die wouden graag mee. Ja. Dus we gaan nu naar de dierenarts rijden. Dus ongeveer iets meer dan een half uurtje rijden. Daar gaan we, schatje. Daar gaan we, schatje. Nee. Ja, tuurlijk. Kom eens. Yes, zitten we in de auto. Ik heb gelijk een nieuw halsbandje gehaald en een riempje voor haar gehaald. Zo blij mee. Dan heb ik verse eieren gehaald. Die verkoop ze hier ook. Ik heb een truitje voor Lizzie gekocht. Is toch cute, jongens. Zal ik het gelijk even aandoen? Is toch leuk. Oh, en een zak hooi en een zak stro. Dat had ik net in de kofferbak gezet. Even goed kunnen zien. Ik heb dat schakelding hier. Dus het truitje. Het capuchonnetje. Zit vast met een clipje. Is toch cute, jongens. Lizzie, waar ga je heen? Kom, Liz. Liz, waar ben je? Waar is je pootje? Waar is je pootje? Goed zo. Andere. Ja, ja, ben je weer boos? Maar die vrouw ging ze ook heel hard grommen. Ja, ik snap het. Maar het maakt geen indruk. Nou, het truitje had niet kleine gemoeten. Ik dacht, ik pak het allerkleinste truitje. Oh, schatje, ben je boos? Nog kleiner en het had niet aangekund. Maar er bestaan toch niet nog kleinere honden dan dit? Dat kan toch niet? Kijk, jongens.
Oh, even normaal naar beneden dat truitje. Kijk hoe cute. En een capuchonnetje. Ze is boos. Het is niet grappig als je boos bent. Nee, kijk. Met een capuchonnetje. Waarom ben je zo boos? Waarom? Waarom? Ik ben zo lief voor jou. Het is toch lekker warm? Je hebt het altijd zo koud. Oh, zie, het gaat hier nu alweer open. Je bent gewoon te dik. Ben je daarom boos? Omdat ik zei dat je dik was. Is toch cute, jongens. Sorry, popje. Ik ga rijden, jongens. Vind je het leuk, Liz? Ben je blij? Ben je boos? Gaat. Ze zegt nee. Lizzie. Nee. Lizzie, kom. Ik wil vooral op je uitkomen. Merk je haar ook altijd? Nee. Oh, ja. Nee. En Juna? Rondje weer draaien. Ja, ja. Ga maar, schat. Lizzie. Bijna thuis. Die hond ken je al. Mam, weet je nog die hond? Welke? Die kat. Ja. En jij met die grote rug. Hond! Ja, daarom! Gewoon weer niet losgelaten. Dit is wel een meeste kriekje. Ja. Mama, kattenval en vogel. Ja? Ja? Want daar zagen we net een dode duif. Hij heeft bijna dood geraakt. Maar die kop lag er wel. Ja, zonder kop. Ja. Wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Hier beneden te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer. Tot morgen.